Oké, en een thee nodig? En een thee. En een thee. Ga jij maar gewoon door? Ja. Ik wil dat ik gewoon een thee. Zal je een schotverwonding in het gelaat maken? Schotverwonding in het gelaat. Ja. Kom eens op. Even verder kijken wat je hebt. Hier verder niks. Goede vuist vormen, even goed knijpen. Goed zo. Kijk uit, even afschuiven langs. Even ruimte. Kunnen we passeren? Even ruimte maken. Even ruimte maken. Ja, als die... ja, dan komen we hier toch niet toe. Op mijn auto. Ja, Brancaris huis niet te doen, jongens. Als je dat vast kan lopen, ja. Maar ze kan lopen. Dit is haast niet... Een beetje zuurstof vasthouden, jongens. Okay. Kom maar, kom maar, kom maar. Ik wil dat Media TV hier is, jongens. Haal die gasten weg. Hou tegen, jongens! Hou tegen! Hey, wat die je nou doen? Dat ga je toch niet menen, dit? Nee, dit is niet klaar. Zie je? Ja. Kruim nou! Ga je nou op de bosplaatje? Man, dat is nou te veel. Professionale. Hey, jongens. Haha! Zo goed gedaan. Wat een gegeven. Je hebt zo goed gedaan. Je hebt echt zo goed gedaan. Ik dacht op een gegeven moment van toen jij voorbij liep, dacht ik van... gek postuur. In de zin van dat... Dat ken ik, maar dit is... Nou... Wat een gegeven. Nee jongens, dit... Ik geloof dat ik met jou nog wel een schieten. Ik ken hem hier zelfs zonder pruik niet. Jongen, jongen, ik zat gewoon in een beetje in een tunnelvisie. En het was wel leuk, want ik hoorde iemand zeggen, het RIE heeft een instap gedaan. Ik dacht, oh leuk, zie ik bekende gezichten. Dit is wel veel, jongens. Ik vind de honden ook braaf. Alleen met dat werk van ons schiet natuurlijk niet op. Je hebt echt zo'n braaf hond. En ik durf het wel, want je hebt gisteravond al niet gekeken natuurlijk.